Deze keer aandacht voor verscherpen in Photoshop. En dat gaan we doen met het filter-onscherp masker. Er zijn meerdere manieren om te verscherpen in Photoshop, maar ik beperk me vandaag even tot deze techniek. Nou, het is op zich vrij simpel, en om altijd nog een stap terug te kunnen naar waar we nu zijn, gaan we eerst de laag dupliceren. En dat doe je door middel van de sneltoets Ctrl-J. Goed, ik ga dus verscherpen. En dat doen we met het filter verscherpen, onscherp masker. Wat misschien verstandig is, is om even in te zoomen op 100%, zodat je goed kunt zien wat het verschil is. Je ziet in het filter drie verschillende dingen. Je ziet drempel, straal en hoeveel. Nou, hoeveel dat bepaalt je mate van verscherping. De straal hoe verder om zich heen gekeken wordt en de drempel wanneer het gaat beginnen. Ik ga eerst even bij drempel beginnen. Drempel dat bestaat uit een aantal niveaus en daarmee ga je bepalen wanneer de verscherping pas gaat beginnen. Heb je dus hele kleine contrastverschillen en stel je de drempel wat hoger in, dan worden die contrastverschillen genegeerd en dan wordt er nog niet verscherpt. Als ik bijvoorbeeld de drempel is op 59, zeg, dan zie je dat er weinig gebeurt aan mijn foto. Maar als ik bijvoorbeeld 15 neem, dan verandert er wel het een en het ander in de ogen, omdat daar het contrast groot genoeg is. Maar er verandert eigenlijk niks in de huid. Kijk maar als ik de voorvertoning bijvoorbeeld uitzet, dan zie je dat er wel iets in de ogen gebeurt. Hier bijvoorbeeld. Maar er gebeurt in de huid eigenlijk niks. Nou, zet ik de drempel weer naar 0, dan zie je dat er ook een verscherping in de huid plaatsvindt. Dan heb je ook nog de straal. Verscherpen gaat gebeuren op basis van contrast. En dat contrast dat is natuurlijk tussen donker en licht. En met de straal wordt bepaald hoeveel verscherping er is in die rand van het contrast. Nou, zet je hem heel hoog, dan zie je dat het er eigenlijk niet fraaier op wordt. En zet je hem heel laag, dan zie je natuurlijk dat er eigenlijk ook gewoon niks gebeurt. Nou, mooie uitgangswaarde vind ik bijvoorbeeld 25. En dan heb je natuurlijk ook de hoeveelheid van verscherping. Zet je het op 0, dan gebeurt er niks. En zet je het op 500, dan wordt het wel heel erg lelijk. En dit is een kwestie van gevoel. Nou, laat ik het voor het uh, voorbeeld even op 50 houden. En ik klik op OK. Photoshop rekent eraan en mijn nieuwe laag die is verscherpt. De onderliggende laag die is nog niet verscherpt. Als ik nou bijvoorbeeld terug ga naar het geheel en ik zet mijn verscherpte laag uit, dan zie je een aardig verschil. En je ziet niet alleen een verschil in het gezicht en bij de ogen, maar je ziet ook een verschil in het haar. Nou, dat in het haar dat vind ik dan even minder vrij. Als fotograaf wil ik dat de aandacht op het gezicht ligt. En dat moet echt gewoon scherp overkomen en niet op het haar. Ik ga een laagmasker maken om dat weg te werken. En vervolgens kan ik gewoon met een mooie grote zachte kwast en een zwarte kleur daaromheen gaan schilderen. En als ik dan de alt-toets ingedrukt houd. En ik selecteer een andere kwast en ik maak de rest even keurig zwart. Dan zul je dadelijk zien: want dit masker wordt alleen toegepast in de nieuwe laag, in de bovengaande laag. Dat er eigenlijk weinig zal veranderen in het haar. Helemaal niks eigenlijk, omdat het laagmasker zwart is. Klik ik weer op het icoontje zelf, dan zie je dat er. Eigenlijk niks veranderd is in het haar, maar in het gezicht wel. Want zet ik het nu bijvoorbeeld uit. Dan zie je de verschillen met het gezicht. Maar je ziet dat het geen effect heeft in het haar. Zoom ik nou in naar 100%. Dan zie je dat er wel degelijk verschil is. Vind je dit nou nog te veel, dan zou je het, masker, uh, het onscherp masker opnieuw toe kunnen passen, moet je deze laag weggooien, nieuwe laag aanmaken en nog een keer schuiven. Wat je ook kunt doen, is als het net niet goed genoeg is, dat je de dekking bijvoorbeeld wat, wat zachter zet. Totdat het wel naar tevredenheid is. En zo simpel is onscherp masker.